Vrijdag 10 juli was een drukke trouwdag. Vrijdag namiddag gaf Catherine Afgoustakis haar ja-woord aan Claudio Swijsen. De 31-jarige Catherine leerden we in 2002 kennen toen ze een van de meisjes van de groep Indiana was. De grote doorbraak kwam er tien jaar geleden, toen Catherine haar kans waagde bij de VTM-wedstrijd Star Academy. Meteen kreeg de zangerij een platencontract aangeboden en scoorde ze verschillende hits in Vlaanderen. Het leuke was dat Catherine door de jaren heen vaak in het buitenland optreden zat. Bij ons was de populariteit van de zangeres toen al wat afgenomen. Exact tien jaar na de grote doorbraak is Katrien vrijdag namiddag in haar woonplaats Slumme getrouwd met Claudio Zwijzen. Het koppel verloofde zich rond de jaarwisseling en besloot op 10 juli te trouwen. Het koppel viert hun huwelijk zaterdag met vrienden en familieleden. Naar waar de huwelijkswijs gaat? Simpel, naar Griekenland, de thuisbasis van de zangeres. Ze gaat daar de economie wat steunen en die steun kunnen ze daar maar al te goed gebruiken.